En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is zaterdag vandaag en het is al middag. We hebben de tuin al helemaal, zo goed als helemaal onkruidvrij gemaakt. We hebben afscheid genomen van de schommelstoel. Ja, deze gaan we afbreken, want kijk, it's done. Oh, ik heb trouwens die aan, maar ik ben de tuin aan het doen. Maar Roy was al begonnen. Laatste keer schommelen. Oeh, voorzichtig is wel. Ja, zeg maar dag. Dag. Dag, schommel. Dag. Zeg maar dag, schommel. Dag, schommel. Dag, schommel. Nou, schommel. Dag. Dag, schommel. Dag, schommel. En we hebben daarnaast ook een nieuwe tuinset gekregen van papa en mama. Of nou ja, een nieuw. Tweedehands, want papa en mama kochten nu wel en konden wij deze overnemen. En ik wilde heel graag zo'n lounge, alleen we zitten nog een beetje met de plek. Dus daar zijn we nog een beetje mee aan het stoeien. En de grote tafel wil ik ook niet weg, want dat is weer handig met als je buiten eet of als je buiten werkt of spelletjes speelt. Maar goed, daar hebben we nog wel een heel seizoen over. Eigenlijk een heel seizoen voor om over na te denken. Ik heb deze tafel weer opgeruimd. Ja jongens, het was weer feest. I know I'm not the only one met een rommelige tafel. En hij ziet er nog niet opgeruimd uit. Er zijn gewoon een aantal dingen, daar moeten we nog iets mee. En dat komt nog, alleen niet nu. Want morgen, want dat wil ik eens zeggen. Morgen vieren we de verjaardag van Isabel, want die wordt maandag 4. Oh my god. Dat komt goed. Mijn mama heeft het er moeilijk mee. Ik heb hem nu zo neergezet. Ik weet, dit kun je altijd opzij schuiven, maar meestal zijn we toch maar met z'n vieren. Maar dan kun je het opzij schuiven en dan hebben we nog stoelen. Hier heb ik nog een stukje... Ja, gang overgelaten. Ik had hem eigenlijk hier eerst tegen de muur staan. Maar ja, zit je dan hier. Dan kijk je daar ook weer zo schuin tegenaan. En zet je hem er tegenaan. Dan past eigenlijk het tafeltje niet helemaal lekker. Nou, dit kan dan zo wel. Dus voor nu ben ik zo eigenlijk wel content. Voor nu. Komend seizoen gaan we wel kijken hoe het precies komt te staan en zo. Gewoon wat verschillende dingen proberen. Maar voor nu denk ik van ja... Morgen dit weer is, wil ik morgen toch buiten zitten. En dan kunnen we het meteen. Kunnen we er meteen gebruik van maken. Super chill. Eventueel wat ik nog kan doen is die tafel een kwartslag draaien. En dan echt in het midden. Maar dan heb je geen doorloop. Dus dat vind ik denk ik ook niet fijn. Maar we gaan het zien. Het enige ding is, wij hebben dus luifel. Komt het ongeveer hier waar ik nu sta. Maar de zon staat altijd daar zo zeg maar. Dus we hebben sowieso altijd heel veel zon. Dus ik heb ook even de parasol, de houder verplaatst. Die stond eigenlijk hier. Zeg maar dat die bij de kinderen hier staat. Maar de kinderen zitten daar toch zo weinig. Dat ik denk, jij kan daar schaduw creëren. Als ik dat echt wil, dan koop ik nog wel zo'n ding of zo. Of ik vraag of iemand zoiets heeft. En dan koop ik gewoon nog een parasol of zo. Maar ik denk, als ik die nou daar neerzet, dan hebben we toch... Iets tegen de zon daar misschien. En ik heb dus ook de spullen aangepast. Ik weet niet of ik het zo per se leuk vind. Maar ik had ze straks allemaal zo recht naast elkaar. Om dezelfde richting op. Nou, dat is echt super suf. Ik denk, ja, dit is dan misschien nog wel leuk. En ik denk de wip toch maar gewoon hier. Ik had die eigenlijk hier zo staan. Maar ik denk, ja, met die steentjes. Eigenlijk moet hier ook gewoon gras komen. En de trampoline ingegraven worden. Dan hebben we echt een vet, coole tuin. Gewoon echt een goede tuin, maar... Ja, dat kost nou eenmaal veel centjes. Dus totdat wij de loterij winnen of iemand mij wil sponsoren in de tuin. Dan moeten we het hiermee doen. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Oh, wat ligt hier toch allemaal? Ja, ga maar op de stoel. Hé, wat wil jij? Het roze cadeau, natuurlijk. Ja, nou begin maar. Het is allemaal voor jou.
Zo, dit weer jongens, niet normaal. Het is blauwe lucht, zonnig. Het is gewoon echt vet warm. We hebben echt meteen al kunnen profiteren hier van de lounge, want het was net echt vet druk. Alleen vrienden komen nog vanmiddag, dus fijn dat het een beetje verdeeld is, anders hadden we geen plek. En dus dat het mooi weer is, gewoon 26 september. Wow. Dus ik ga hier ook lekker even chillen. Roy is even mijn schoonmoeder naar huis brengen. En dan gaan we even chillen. En dan komt de volgende reeks pups. Dus ik weet waar ik meer plof. Oh jongens, chill dit. Ga hem even opgezet, want ik moest iets opladen. En hier staat ook de stroomkabel. Perfect. Even lezen. Kijk jongens, ze is echt vet hard verwend. Kijk dan. Nou, nog eens kijken waar we het allemaal kunnen laten. Goedemorgen. Is het... Ik ga naar het weekend. Maar het is geen goedemorgen. Het is goede avond. Goede avond. Wie heeft vandaag een feestje gevierd? En waar zijn we nu? Ik ben die Jan. Ja, het is wel zo'n frietent. Maar hoe heet deze frietent? De Kimnoot. De Mac. McDonald's. De McDonald's. En wat ga je eten? Salade. Nee, nee, nee. Wat ga je dan eten? Happy Meal, hè? Dus, en voor het eerst doet de kind echt gewoon niet gescand, want ja, er wordt er niet bij. Maar jullie zijn toch hetzelfde. Bij opa oma slingers. Want hier is ze morgen als ze jarig is. Dus opa oma hangen slingertjes op. En een cakeje die heeft ze met oma Nel gemaakt, hè? Met oma Rina. Oh, dat bedoel ik. Met oma Rina. Help! Nee. Wat, oh, unicorn. Ah, met oma Rina gemaakt. Mama is even alles in elkaar aan het zetten. Op jouw verjaardag, gefeliciteerd schatje. Pannenkoeken en Frozen. Lekker. Oh jongens, ik ben vanochtend opgestaan met tandpijn. En het begint echt, het is nu 19:30 in de avond. En het begint nu heel lichtjes weg te trekken. Fijn, maar echt de hele dag bijna niet kunnen praten. Of ja, jawel, maar gewoon met pijn. Dus maar goed, dat is stom, want dat heb ik voor de zomervakantie ook een dagje gehad. En toen ben ik bij de tandarts geweest en toen konden ze niks vinden. Oh, ik ga mijn mond rouwen, want ik voel dat hij weer komt. Down the years it's been a ride. And now I'm sorry I want all that's not in tonight. And on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. It was spoken. There's never a goodbye. Avond. Ik heb ondertussen een pyjama gehesen en ik ga verder met het bord voor Isabel. En ik ga jullie nu laten zien wat voor bord voor Isabel het is. Maandag start ze echt. Morgen heeft ze een oefendagje, maar deze ben ik aan het maken voor een foto. Het zijn krijtstiften, alleen de roze die valt bijvoorbeeld niet zo goed op. Dus ik ben alles met een wit randje aan het doen, zodat het in ieder geval allemaal goed leesbaar is. Maar wel leuk, hè? Daar ben ik nu lekker mee bezig. Oh jongens, wat wordt ze groot. We'll be right back.
het is vrijdag en we zitten met z'n allen in de auto, want het is de eerste dag dat Isabel naar school mag. Of in ieder geval even mag gaan oefenen. Fietsen rijden bijna van zijn fietsje af. Dus het is de eerste oefendag. Super spannend. Nee, neem maar niet spannend. Het is leuk, schat. Zeg niks, maar dat is al. Dus ze heeft er wel zin in, hè, toch, lieverd? Ja. Ja, hè. En we hebben gisteren kennismaking gehad. De rondleiding nog in de klas. Dus dat komt helemaal goed. Ik was met papa eten en ik ben wij met z'n allen. Ja, je bent van vorige week ook al een keertje geweest op een avond, hè, mocht je al komen. De rondleiding te geven. Nee, dat was avond. Ja, nee, nu is het ochtend, schat. Dus. Vanavond. Vanavond. Dus, ja, zin in. Ik ben benieuwd hoe ze het vindt, hoe ze het gaat doen. Ze heeft er in ieder geval zin in en dat is natuurlijk stap 1. Dat is het allerbelangrijkste. Dus, hallo grote meid, draai eens om. Laat je rugzakken zien. Laat je rugzakken zien. Wauw, knappe dame. En wat vindt mama ervan? Oh. Stop, nee, zie. Ik was niet aan het uit, je moet geen camera pakken. Met Lucas. Het is echt heel raar. Normaal dan kruisen we elkaar bij de zwemles. Want dan ben ik bijvoorbeeld met Lucas gaan en dan ging Roy met Isabel. Isabel is niet op school. Een half dagje vandaag. Het is een oefendagje. Ik weet dat ik hier vragen over ga krijgen. Ja, ze is dus al 4. Waarom ze niet meteen naar school is, omdat ze op de school waar zij naartoe gaat, daar het regent. Nee, afbied of light. Daar starten 4-jarige kindjes, of kindjes die net voor het eerst naar school gaan, op maandag. Dus vandaag. Maar goed, ze is vandaag in ieder geval oefenen. Oh, nieuw tijdperk. Het is weer even wennen. Ik vind het wel al heel leuk. In de zin van, ik vind het voor haar gewoon heel erg fijn. En net ook, dan hebben we even tijd met Lucas en dan ga je samen spelen. Hij kan aan alles zitten zonder dat er een zus is. Nee, want ik ben haar spelen. Nou ja, ik denk dat alle ouders dit wel herkennen, met meerdere kinderen in ieder geval. Dus dat. Net ook, we hadden iets bel afgezet en we gingen nog even naar de supermarkt. Ik zeg tegen Roy, heb je nou niet het gevoel dat je iets mist? Loop je met 1 kind? En ook dat dus een stukje je mist iets, maar ook tegelijkertijd het gevoel van, oh, zo voelden we het ook toen we maar 1 kind hadden of zo. En het is helemaal niet dat we nooit met maar 1 van de 2 weg zijn gegaan of zo. Is deze nou? Oh, dus nee, dat is zo. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon anders. Het is anders. Waarlijk. Het is trouwens weer oktober. Oktober. Tijd voor Halloween. Ik vier geen Halloween, maar ik vind het wel afgelopen. Dus ik wil wel weer kijken naar een pompoen. Dat soort dingen. Maar dat kan wel uit. Dat is onzin. Ik zie er onzin, maar. Oh, wat een puinhoop is het hier, jongens. Goeie avond. Het is? Vrijdag. Het is vrijdag. En welke dame is er vandaag naar school geweest? Ik ga! En hoe vond je het op school? Goed! Goed? Ja! Mm-hmm. En waar zijn we vandaag ook nog gaan kijken? Bij de? Bij VS? Zo. Ja, bij zo.
Maar de bezel was leuk, hè? Ja! Heb je er zin in? Ja! Ze heeft het echt super goed gedaan op school. Dat is super fijn. Ze kwam ook helemaal blij uit school. Ze was op een gegeven moment ook bij de andere klas blijkbaar een beetje lopen. Oeh, ik denk je valt. Ja, daar. Was op een gegeven moment ook met een andere klas mee naar binnen gelopen. Toen het begon te regenen. Ze waren buiten. Isabel, wil je even niet zo schreeuwen? Dus mama, ze heeft het echt super, super goed gedaan. Dus trotse mama hier. Hè? Ja! En toen was het ondertussen vrijdagavond. Dus tijd om lekker relaxed op de bank te zitten. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Volg mij op @natasjeonline.nl op Instagram. En ik hoop je volgende week of bij een andere video of net wat. Ergens anders weer te zien. Houdoe!